dat ik een andere bekwame verkoopster zijn dan het aanpassen en dan weten welke maat dat ik precies heb. Ik koop die eigenlijk altijd bij een zelfstandige. Wij zijn zelf ook zelfstandig. En ik koop die eigenlijk gewoon bij mensen bij ons in Torp. Voor de pasvorm vooral. Ja, ik ben nogal zwaar. En dan vind ik het zeker belangrijk, maar ik koop dat nooit op internet of via... Of in een groot winkel, in een keten of zo. Qua stevigheid, qua vorm, dat eigenlijk bij van een merk of van allee, bij wat dat ze bij een zelfstandige verkopen, dat die eigenlijk ja, ook beter zitten, beter aanvoelen eigenlijk. Passen de rug aan, ze zetten die bandjes op de juiste, voor, allee, op de juiste lengte voor beginnen rugpijn en zo te hebben. Ja, dus ja, ik vind dat wel heel belangrijk. Het advies vooral en de keuze toch ook wel, vind ik. Dat ze ook je beter eigenlijk helpen qua, ja, of zelf een keer iets uit aan. Ja, ik neem mijn dochter en zo ook altijd mee naar die winkels en ik hoop dat ze dat dan verder zetten natuurlijk. Eten, dat hoogt allemaal schoon, maar als je het dan doet, ja, dat is niet te doen. Alleen voor mij toch niet. Het wordt vaak vergeten dat we hier dus op aarde leven en dat de zwaartekracht werkt. Zwaartekracht werkt ook op de borst en als je dus geen BH of geen ondersteuning gaat dragen, ja, dan gaat die borst wat meer gaan zakken, gaat zeker bij sporten gaat enorm gaan bewegen en die krachten zijn zeer zeer zwaar en gaat dus op bepaalde momenten ook dan ook een vervorming geven van de borst. De borst gaat meer gaan hangen, gaat meer gaan uittrekken, de huid gaat gaan uitzetten, dus uiteindelijk krijg je dan op termijn een schade die dan ook niet herstelbaar is. Dus je krijgt in feite een onherstelbare schade aan de borst.